Dit wordt de uitzending over MH17, maar dan nummer 3. En ik weet niet precies welke nieuwsuitzending dit gaat worden, maar dit is de vorige. Ja. Dit is een kamerstuk en dat kan je downloaden. Dat betekent dat je internet moet hebben, want anders kan je namelijk niet downloaden. Maar als je internet hebt, dan kan je dit downloaden. En dit document dat betreft dus... Even dat hij een beetje mee gaat werken. Ik was een beetje aan het... Ik heb een beetje dit lopen voorbereiden. En dan moet deze dicht. Ja. En dan fully screenie. Hop, en dan krijg ik twee pagina's altijd. Dat is altijd heel vervelend. En dat wil ik helemaal niet. Gewoon enkele pagina's. Ja. Dan gaan we even terug naar het begin. Dus 1. Pagina 1. Ik zal even inzoomen, dat je echt weet dat ik hier de waarheid spreek. Dat is een zeldzaam begrip, de waarheid spreken. De meeste mensen zijn bang voor de waarheid. En ik weet waarom. Want ze hebben stoute dingen gedaan. Ja, en dat mag niet. Hè? Dus, je hebt stoute dingen gedaan. En wat ga je dan doen? Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je gewoon zeggen tegen de goed gemeente, de goed gemeent. Dan kan je gewoon zeggen tegen je omgeving, je familie bijvoorbeeld. Om maar te beginnen, of de buurman. Maakt niet uit wie. En dan zeg je gewoon, ik ben stout geweest. Dat noemen wij het tegemoetzien van de muziek. Dat is geen Nederlands gezegde, maar op zijn Engels wel. Face the music. Ik heb ook stomme dingen gedaan in mijn leven. En daar schaam ik mij niet voor. En al helemaal niet voor het feit dat ik heb toegegeven dat ik stomme dingen heb gedaan. Ik heb gewoon sorry gezegd. En die mensen een biertje gekocht ofzo. Een lunch betaald. En nou onze overheid nog. Die viespeuken. Ik heb dus tot en met pagina... Nee, ik heb voorbij... Dit zijn 19 pagina's. Ik ben tot en met pagina 9 gekomen. Maar dat was echt te langdradig. Dus dat heb ik allemaal weggegooid. En nu ga ik overnieuw. Ik pak hem op vanaf pagina 4. Van dit fraaie document van de overheid... Dat ze niet eens, want hier staat BLZ. Kan je dat zien? Ik ben niet boos op jou, maar ik ben wel boos op degene die dit heeft goedgekeurd. En het gaat over 200 dode Nederlanders. Alsof het wormen zijn. Niet eens een bladzijde vernummering. Vermelding, sorry. Nee, daar hadden we geen tijd voor. Wat moesten we ook alweer doen? Wat doet de overheid ook alweer? Wat was Joris Demmink zijn meest favoriete hobby? Zijn we Marianne Vaatstra vergeten? En dit accepteren wij dus. Door iedere parlementariër die mag van mij tegen de muur en opgehangen worden. En dat bedoel ik satirisch, hè? Je kan gewoon een foto maken. Maak je een foto van die minister die verantwoordelijk was voor de ambtenaren die niet eens een bladzijdennummer weten te vermelden? Daar maken we een foto van. En dat doen we gewoon 40 bij 60 centimeter op de muur. En dan niet met een spijker, nee, ben jij gek. Gewoon een plugje erin met een goede haak. Waarom? Mag mijn overheid dit en waarom vinden jullie dit oké? Stelletje frikandellenvreters. Niet dat frikandellen ongezond zijn of zo, maar als het enige doel in je leven is om frikandellen te eten. En gewoon je ooms en tantes die worden uit de lucht geschoten boven de Oekraïne. Maar als de overheid er maar goed over liegt. Nou, dan vinden we alles best.
En wel dat die tv-presentatrice die dan de leugens van de overheid vertelt, dat hij dus een beugel-BH aan heeft. Zodat je kan fantaseren over lekkere seks met dat ding en die rok boven de knie. En dat is alles. Ooit was ik er trots op om Nederlander te zijn. En ik overweeg nu om mij te laten excommuniceren. Dat er gewoon gesteld wordt bij de Verenigde Naties dat ik ben de enige mens en die spreekt correct Nederlands. Maar die wenst geen Nederlander genoemd te worden. En ik wil gewoon asielrecht. Want ik wil weg van jullie. Ik ben jullie echt beu. Ik word ontzettend boos hiervan. En noem mij maar de Alex Jones van Nederland die niet betaald wordt vanuit Zwitserland. Ja, daar mag je me best voor noemen, man. Noem mij maar een lul. Maar ik ken Nederlands. En hoorde je dat ik ken, zei? Want dat mag namelijk. Wie praat hier dialect auch? Maar dit is liegen. En dit wordt gelogen van jullie BTW. Dus iedere klootzak die naar de supermarkt gaat en 21% BTW betaalt over zijn croissantje, die is medeplichtig. Om nou maar te zwijgen over als je mayonaise koopt. Och, neem een kip op je balkon en maak je eigen mayonaise, lul. Dit mogen wij niet accepteren, mensen. Luister goed naar mij. Dit mag je niet accepteren. De auteur van dit werk, de verantwoordelijke, die moet voor de rechter verschijnen en die gaat voor minimaal 10 jaar de bak in. En zijn hele familie krijgt geen overheidsfunctie meer. Schande over die familie. En als wij dit soort rotzooi, bedoel ik die mensen mee, hè? Dat zijn rotzooi mensen. Als je die gewoon in de rondte laat lopen, en oh, zullen we de BTW verhogen naar 73%, word je dan wel aardig? Nee! Die mensen pissen in hun broek van het lachen. Ik heb al vaker gezegd, schiet ze dood. En dat bedoel ik satirisch, hè? Want ik roep niet op tot geweld. Ik zeg alleen maar dat je dit niet moet pikken. Deze ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn, die moeten onthoofd worden. En dan moet tegen die mensen gezegd worden, dus, ik zal een voorbeeld noemen. Ik ging voor mijn zwemdiploma D. Want ik had A, B en C gehaald en ik dacht, ik ga D doen. Toen werd ik halverwege het examen, tentamen, ik was nog steeds aan het spartelen in het water, werd ik eruit gehaald. Die man zei, stop maar, want het gaat hem toch niet worden. Ik baalde als een stekker, dat wel. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Door die badmeester, die had medelijden met mij. En die snapte wel van, ja, ik kan die jongen wel nog alle andere oefeningen laten doen, maar hij heeft nu al een 4. Dus toen werd ik gewoon met een fluitje, weet je wel. En ik denk, heeft hij tegen mij? Are you talking to me? Ja, dat was zo. En toen moest ik het water uit. En toen ben ik zonder diploma of rubber stempeltje of whatever maar, heb ik helemaal naar huis moeten fietsen. En dat is niet mijn meest succesvolle dag van mijn jeugdige leven. En ik ben pas bijna 60. Maar dit moet je met die mensen ook doen. Je moet tegen die mensen zeggen, dit gaat niet. Dit accepteren wij niet. We willen best wel belasting betalen. We willen best een gouvernant. Een governance. Een toezichthouder. Dat vinden we prima. Maar dan wel eentje die fatsoenlijk Nederlands praat. En niet Swahili's. Wat is dit? Bulze van tot. Wat is een bulze van tot? Is dat hip tegenwoordig in vuurland? En Adam sloeg Eva met de suikerbieten voor de kont. Oh, la die.
Goed, de bedoeling is dat ik het kort hou, want de vorige keer ben ik echt veel te lang doorgegaan. Het is nu 3:30 's middags. Ik zeg het nu tegen jullie, maar dit is voor mezelf, hè? Ik het even onthouden. Dus rond 4:30, 5 uur ga ik er echt mee kappen. En ik wil zo ver mogelijk komen. Zodat jullie ook een begrip krijgen van... als je bedorven kip eet, dan krijg je ongelofelijke diarree. Maar die kan ook heel gezond zijn. Want met die diarree gaan ook al die enge beestjes eruit. Beestjes, beestjes. Dat is een oud nummer, dat ken ik er vast niet. Nou, ik was gebleven op pagina 4. Nou, deze intro was alleen maar humoristisch bedoeld. Dus, ja, nu denk je echt, Perry, ik zet hem even op pauze en ik ga eventjes een cornetto uit de vriezer halen. Het is zo warm. Het is echt heel warm. Maar goed, we gaan echt racen nou. Hè? Dus je moet echt nu helemaal ervoor klaar zijn. Een rooibosthee kan ik ook adviseren. Rooibosthee, dat wordt ook door mormonen gedronken. Hè? Maar je mag ook rooibos jenever nemen hoor. Vind ik ook niet erg. Wat maakt het uit? Kijk, de Kamer mag dit doen. Wat mag ik dan wel niet doen? Als de Kamer, het kabinet, de regering, die Willem, dinges al, Willem Maxima of zo heet hij. Hoe heet die familie? Iets met een kleur van oranje. Maar die vinden dit goed. En dat zijn onze bazen. Samen met de paus. En wij maar, oh ja, ja, want er was voetbal op tv. En dat vond ik ook leuk. Was wel leuk hoor. Was eerst was het journaal. En toen hoorde ik dus van 200 dode Nederlanders. En toen dacht ik, nou, dat is best veel. En daarna kwam voetbal. Er is een ernstig probleem van de heer, mijn vader heet hij, hè? Met mensen die niet om elkander geven. En het is niet uitgevonden door Jezus de Christus. Want dat stond al in het Oude Testament. En voor degene die dat niet weten. Maar het Oude Testament, dat is van voor het Nieuwe Testament. En dan hebben we het over de jaren 600 en verder ongeveer voor onze jaartelling. En Jezus de Heer, die was van het jaar 0. En dat is geen toeval, want ze hebben gewoon dat het jaar 0 genoemd. En die heeft het ook gezegd. Die zei, heb uw naaste lief. Die zei zelfs, heb uw vijanden lief. Kijk, dat was iemand die sprak recht aardig. En dit is lulkoek. En waarom... Kijk, ik ken ontzettend veel mensen die lulkoek praten. Ik was gisteravond in de kroeg. Er kwam een of andere buitenlander. Zo'n kleurling. Die kwam uit Syrië. Of Afghanistan of zo. En die had geen cent te maken. Maar die had wel een liter vodka gekocht in de supermarkt. Voor zijn uitkering. Van zijn uitkering. En daar had hij maar de helft van weten weg te tanken. Nou, hij was zo dronken als een maleier. Van een halve liter vodka, sukkel. En toen was hij zo dronken. En toen kwam hij gewoon bij het terras staan. Waar alle mensen gewoon een betaald drankje consumeren, want dat terras moet betaald worden. En hij dacht, nou, ik ben dronken, die mensen zitten ook alcohol te drinken, ik ga gezellig meedoen met mijn in de supermarkt gekochte fles. Nou, die man die was binnen 3 minuten weg. Die heeft niet eens een klap voor zijn bek gehad. Maar hij moest wel opzouten. Kijk, en dat zo'n vent in de rondte loopt, voor mij hoeft hij helemaal, daar hoef je niks mee te doen. Je moet die vent alleen maar negeren. Maar dit is onze regering. Wij hebben een contract met de overheid dat zij ons mogen vertellen hoeveel checkjes er per dag in een gemiddelde kroeg gerookt mogen worden. Namelijk 0. Zij mogen dat ons vertellen.
Want ze zijn oh zo bezorgd over onze gezondheid. Ja, want als jullie gaan roken in de kroeg, dan kunnen we jullie niet uit de lucht schieten boven de Oekraïne. Want dan hebben jullie allemaal longkanker. En wij willen gezonde Nederlanders om ze te targeten. Of zo. Ja, leg mij de logica uit, hè. Stuur mij een fatsoenlijke e-mail. En nu even over Maleisië. Hoe dat zit. Want dat heb ik beloofd in de vorige uitzending. Wat ik ervan begrepen heb. Houd dat in gedachten. Ik heb op internet ge-youtubed hoegeld. Oh, is dat nou / e-mail of zo? Heb je een zoekmachine? Wat ik daar gevonden heb aan materiaal, zegt het volgende. Christus, dat was een leer. Dat was een dogma. Dat was een paradigma. En het hield in, heb uw naaste lief, zelfs uw vijanden ook. Als iemand je wat vraagt, dan geef je hem 2 keer zoveel terug. Als je op je ene wang gemept wordt, dan keer je de andere toe. Voor de rest. Want dat lijkt aardig, dat christendom. Maar Christus, dat was ook een mean motherfucker. Die is met de zweep, zeggen ze, de kerk ingegaan, de tempel. Het huis, het formele huis van mijn vader. En die heeft daar met een zweep of met een stok of whatever maar niet gedaan heeft. Heeft hij die geldwisselaars aangepakt. En ook zo'n fijne van Jezus is dat hij een klein gesprekje had met Satan. En jullie weten niet wie Satan is. Maar die Mohammedanen wel. Dat is de eenoogige. En die eenoogige, die sprak Jezus aan en die zei, zullen wij een business beginnen? Want ik zie wel wat in jou. Wat mij betreft, mag jij mijn plaatsvervanger zijn. Weet je wat Jezus toen zei? Om het maar even zo homoseksueels mogelijk te zeggen, weet je wat Jezus toen zei? Die zei, Satan, mijn rug op. Lees het maar na. Hij zei, Satan, achter mij. Nou, dat is een mindset, dat is een manier van denken. En die maakt elk mens vrij van wat voor een geloofssysteem dan ook maar. Hoor je me goed? Jezus was net als Boeddha. Die bevrijdde ons van iedere week. Dan moet je weer ergens naartoe gaan. En dan moet je weer doden herdenken. En is er, oh, is het alweer 14 mei? Oh, dat is 1 jaar na de dood van oom Hendrik. En nou moeten we naar Sint Moers Gerstel. Nee! Schande over jullie dat je dat niet begrepen hebt. Want ik ben christen en ik krijg altijd gezeik over me heen. En ze zeggen iedere keer dat ik een katholiek ben en dat ben ik niet. Ik ben christen. Ik ben een kind van God. Jezus is mijn broer. Hij is mijn betere neef. Laten we het daar maar op houden. Mijn perfecte neef. Maar hij heeft dezelfde vader, hij had en heeft, want Jezus leeft, die heeft dezelfde vader als ik. En noem Jezus maar een alien. Dat maakt niet goed. Dit was weer even dialect. Maar dat verstaan jullie toch wel? Anders ga je maar een keer op vakantie in Limburg. Praat met een limbo, man. Doe de limbo. Oh, ik zal je even leren, in Limburg heet het geen praten, dat noemen ze kallen. Ja, voor de rest is het net Fries. Zo, dat was een leuke grap.
Die was er wel goed, zeg. Dat had ik niet eens van tevoren opgeschreven. Dat kan je nagaan. Maar hoe zat het nou? Kijk, die beweging rondom Christos, wat gewoon een neo-Boeddha is. Maar dan nog iets meer... Want, ja, ik heb de Dhammapada gelezen. En ik heb heel veel anekdotes erover gelezen. En ook wat die monniken allemaal gezegd hebben. Er zit ontzettend leuke tussen. Ik vind het alleen niet zoveel hout snijden. Wel oproepen tot zelfdenkenschap. Dat zonder meer. Dus een boeddhistische monnik, als je de goede treft, die zet jou aan het denken. Die neemt dat niet over. Behalve natuurlijk dat ze dat boeddhisme ook overgenomen hebben. En dat hebben ze ook gedaan met het christendom. Het christendom is overgenomen in het jaar 325. En dat is gebeurd met een concilie, heet dat. En dat is niets meer dan een hele grote vergadering. En iemand heeft die broodjes betaald. Even luisteren. Kijk, als je 500, want bij zo'n concilie gaat het om zo mogelijk duizenden mensen. En die moeten elke dag, ik ga er echt wel 2-3 keer per dag even mijn handen wassen. In de badkamer. Maar dat is helemaal niet waar. Je zit gewoon te schijten en te pissen. En in die tijd was er geen riool of zo, hè? Dus alles wat gescheten en gepist werd, dat moest opgeruimd worden. En om te kunnen schijten en pissen, moesten die mensen allemaal broodjes krijgen. Nou, dat is allemaal betaald. Door wie eigenlijk? Nou, daar kwamen we wel achter. Want dat was een enorm goede investering die ze toen deden. En die business, dat bedrijf wat ze in 325 hebben gesticht door een paar duizend... Ja, goed bedoelende mensen. Onwetendheid is onvergeeflijk, maar ze waren goed bedoelend. Laten we daar maar van uitgaan. En die hebben hun handtekening gezet. En toen is de christelijke kerk, die er al lang was, want Christus had geen kerk. Christus heeft gezegd, op jou, Petrus, en Petrus betekent steen, op jouw steen, bouw ik mijn kerk. Dat heeft een diepere betekenis, snap je dat? Jezus heeft nooit opgeroepen tot het stichten van een of andere stenen stapelarij, vrijmetselarij, mooie gebouwen met rare punten en gargoyles erin. Dat heeft hij helemaal nooit gezegd. Maar ze zijn er wel met hem vandoor gegaan. Met zijn ideeën. En dan gaan ze vieze dingen doen en bababa. Nou, toen hadden ze dat succesnummer. Dat ze die christenen onder controle hadden. Die gingen allemaal, al die priesters, die kregen allemaal maandelijks aanwijzingen. Dit ga je dicteren, dat ga je dicteren. En ze voerden ook in de confessie. De biecht. Dus iedere, ze moesten echt heel smeren wat ze gedaan hebben. Maar iedere maand gingen ze het lichaam van Jezus... He, dat is mijn betere neven. Mijn perfecte neven. Maar my perfect cousin. He. Iedere maand vreten ze hem op. En dan gaat de priester, die gaat ook een keer zijn bloed drinken. Bah! Nou, het probleem wat ze kregen, dat ze hadden dan die Christusbeweging overgenomen. Maar die Joden, die wilden Jeruzalem niet teruggeven. Die Joden zagen kennelijk niks in dat gedoe met Jezus van die lui in het noorden van Italië en later Constantinopel, wat wij nu Istanbul noemen. En die Joden, die wilden Jeruzalem niet vrijgeven.
Ze hadden zoiets van, de Joden houden helemaal niet van het hele gedoe. Die hadden volgens mij geen hekel aan de vroege christenen. Ik denk dat niet. Want de vroege christenen spraken ook niet over de kruisiging. Ze hadden het over de gebeurtenis. In de zin van shit happens. De vroege christenen hadden niets tegen Joden. Dat heeft die paus, dat Vaticaanse concilie van 325, die heeft dat op de kaart gezet. Met een stomme goddelijke drie-eenheid. Je moest eens weten hoe smerig dat is. Dat is heidens. En het heeft ons, in 325 hadden we al die christenen die zeiden van ja, we doen mee met de paus. Maar dat was een heiden, dat is de antichrist. Dat is de zoon der vernietiging. The son of perdition. En ga maar controleren. Maak maar een kaartje van deze wereld. En ga je even bepalen wat het gemiddelde inkomen, CQ kapitaal is van de gemiddelde burger. En die kleur je allemaal blauw. Ja? Hoe blauwer, hoe beter. En dan ga je in arceren waar de katholieke kerk zoal zit. Nou, dat is niet tussen de blauwe. De katholieke kerk maakt iedereen arm. Zuid-Amerika hebben ze uitgemergeld. En wij moeten dan ontwikkelingshulp gaan geven, omdat de paus dat hele continent heeft laten vermergelen. Of zeg ik nou dokter Mengele? Wij kwamen erachter. In het begin van de 14e eeuw hebben wij gehad, en dat waren Engelsen. British. Jan Hus. Dat klinkt Nederlands, maar dat was een Engels sprekende. John Wycliffe. Dat hoor je gelijk. Dat was een Engelsman. En dan heb je ook nog Tyndale. En zijn voornaam schiet mij even niet te binnen. En dat, die begonnen in te zien dat wij waren bij de neus genomen. Want die fijne vereniging der christenen, die kern daarvan, dat was juist de antichrist. Die mensen beseften toen dat we met z'n allen achter de valse profeten aanliepen. Dat stond zo effing duidelijk in het Nieuwe Testament. Dat staat zelfs in het boek Daniël. In het Oude Testament. En die begonnen daar een probleem van te maken. En gelukkig, wij waren ook de stomste niet. Wij wisten blaadjes te vermenigvuldigen. He? Gaat heen en vermenigvuldigt u? Ja, dat hadden we toen in de gaten. Het is een grapje, dus. Want we moeten natuurlijk echt vermenigvuldigen, niet alleen maar blaadjes maken. Maar het feit dat we toen blaadjes konden maken, de boekdrukkunst, dat kregen we steeds meer onder de knie. Dat is een mooi Nederlands gezegd, hè? Onder de knie. Nou, dat duurde nog 200 jaar. En toen kregen we hulp van die Duitsers. Want er was een katholieke priester. En die zag het ook in. Een hele grote klokkenluider. Nou, dat was Maarten Luther, heet die man. En toen begon het protestantisme. En daarmee werden wij bevrijd van het katholieke geloof. Want er is momenteel in mijn omgeving geen enkele meer die van plan is om katholiek te worden. Nog dat ik een katholiek ken die uitsluitend zegt, ja, ik ben van katholieke afkomst. En ze geven eerlijk toe dat ze het Jezuskoekje hebben gegeten. Dus ze hebben gewoon het lichaam van Jezus opgegeten. En ze zeggen dan achteraf, van, ja, we hebben dat niet gewoest. Maar ze doen er niet meer aan mee. En dat was het protestantisme. Dat is begonnen in het begin van de 16e eeuw. En dat was onze kont tegen de krib.
En weet je nog dat Jezus geboren was in een krib? En een krib, dat is gewoon de bak waaruit de werkers wreed. Dat was dit. En op zijn Nederlands, dat is de bak waaruit de varkens vreten. En die moet omver. Want wij zijn geen varkens. Tenminste, dat hoop ik niet. En als je er wel eentje bent, nu ophangen. Stop deze uitzending. Voor jou dan. Gaat de goede kant op, hè? Maar wat is er nou gebeurd met Jeruzalem? Hoe zat dat nou? Spannend, jongen. Kijk, Jeruzalem, dat was de paus dus kwijt. En toen heeft hij dus, had een kerkvader en die heet Augustinus. Die heeft hij naar Noord-Afrika gestuurd. En dan moet je weten dat die mensen van de paus, die kunnen dus, en jullie niet, jullie kunnen niet eens Nederlands zijn. Maar die mensen van de paus, die spreken rustig 7 talen. Ik zweer, hè. De mensen van de paus, die konden beter Mandarijns dan de gemiddelde, dan 98% van de Mandarijners. Dus ze hebben gewoon iemand naar China gestuurd. En ja, die kon zo goed Mandarijns, dat die vorst, die was helemaal, die sloeg stijl achterover. Die had nog nooit een burger, een onderdaan of een bezoekeling zo mooi Mandarijns horen spreken. Kijk, dat kunnen zij. En jullie zouden dat ook moeten leren. En jullie zouden ook een keer naar Limburg moeten gaan. En dan gewoon, voor mijn part neem je niet eens je pinpas mee. En gewoon je identiteitsbewijs laat je thuis. Je gewoon, ga maar lopen naar Limburg. En zeg maar van, hallo, ik ben dat moet je wel voorstellen als Rotje Hollander. Ich bin ein, ligt een beetje aan. In het bovenste stuk van Limburg is iets meer Duits georiënteerd. En als je iets zakt, dan moet je iets meer Fransosisch kennen. Dan kan jij ook een taal leren. Maar deze mensen kunnen dat. En Augustinus kon dat. Die kon dat. En die ging al vertellen. En dan heb je het over het jaar. Dat is dus voor Mohammed. Want daar gaan we het over hebben. De gezegende. En beledig die Mohammedanen niet. Want ik kom samen met jou. Samen met Hulli. Hè, ik hak je kop eraf. Die Arabieren, daar is niks mis mee. Dat was mijn aansteker. Nou, een beter. Augustinus heeft al in Noord-Afrika als een soort media-marketingcampagne lopen verkondigen dat er een Arabische profeet op zou gaan staan. En Augustinus, die kon dat weten, omdat hem verteld was dat ze dat in actie zouden gaan zetten. Dat zouden ze gaan verwezenlijken. En hij, als kerkvader, hij is de schrijver van het boek Cita del Dei. Stad van de Heer. Stad van God. Van Dei of Cita del Deus. Hij heeft trouwens zijn taalfilosofie, heb ik gelezen. Want ik ben ook bij de universele Universiteit van Nijmegen geweest. Dat heet tegenwoordig Radboud Universiteit. Maar toen heette het de Universele Universiteit Nijmegen. Ik bedoel, Augustinus was echt niet dom. Die had echt veel in de gaten. Ik heb zelfs mijn vader, vlak voordat hij, nou niet vlak daarvoor, maar 2 jaar voordat hij doodging, heb ik hem nog het schrift gegeven wat ik wist te kopen van die kerkvader. Zo goed. Echt filosofisch oké, hè. Nou, aan de andere kant, hè, dus aan de andere kant van de Middellandse Zee, hè? Want Augustinus zat in Noord-Afrika. Nou, aan de bovenkant van de Middellandse Zee,
Daar had dus die, de universele kerk, wat er allemaal met bij hoort, hè. Die hadden allemaal kloosters, daar houden ze van, hè. Wat ze dan doen, is dan gaan ze gewoon allemaal stenen op elkaar stapelen. Dan maken ze er muren van. En dan zeggen ze tegen mensen, kom maar achter de muur, dan ben je veilig. Dat noemen we een klooster. En dan mag je in, op voorwaarde, dat je al je persoonlijke bezittingen, en daarmee bedoel ik letterlijk alles, al je contracten, al je landeigenaars dinges, al je geld, al je kleren, al je sieraden, gewoon in je blote kont naar binnen. En dan krijg je een kleed. En later leer je dan hoe je die kleden in elkaar moet naaien. En onderwijl word je genaaid door het systeem natuurlijk. Er zijn verhalen van bekend wat ze uitgefroten hebben met nonnen. Jij kan wel denken van ja, ik vind een kale vrouw niet aantrekkelijk. Nou, kan je garanderen, er zijn mannen die dat niet scheiler vinden. Die dat echt denken van, oh, is ze stout geweest? Dat krijgt hij dan te horen van de kardinaal of zo. Van, ja, die is stout geweest. Zou je haar eventjes een lesje willen leren? Nou, wat zich daar heeft afgespeeld, jongen. Nou, dan was er dus een vrouw en die heet Khadija. Dat was een aristocratische dame. Ja, ik had bijna teef gezegd. Maar die heeft dus al haar bezit aan de paus gegeven en zich teruggetrokken in een klooster. En toen kreeg ze een brief van de paus. Van beste Khadija, het lijkt ons een goed idee dat jij naar Arabië gaat. Want de Saoedi-Arabië was pas van daarna. Dat je naar Arabië gaat. En die krijgt een assistent mee. En die kan perfect Arabisch. En jij gaat daar de Koran op de kaart zetten. Dat is jouw opdracht. Jij gaat een nieuw geloof stichten. En Khadija, die was toen 40. En Mohammed, die wij noemen de gezegende, de profeet, die was toen 25. Ik heb de Koran gelezen, bestudeerd. Ik ken hem niet uit mijn kop. Geen haar op mijn hoofd die dat aan denkt om dat te beweren. Bij een eerste lezing dacht ik, oké. Dat spreekt mensen aan. En het heeft heel veel Arabieren aangesproken. En waarom? Nou, omdat wat erin staat, dat is waar. En wat is er nou leuker voor een mens om iets te lezen dat nu echt waar is? En niet alleen gisteren waar was, want als je leest in de krant, oom Piet was gisteravond in de keuken. Ja nou en waar is hij vandaag dan? Maar dan moet je iedere dag opnieuw de krant kopen. En in de Koran, daar staan echt, gewoon, dat is hartstikke mooi. En ik ken een aantal Mohammedanen die ook begrip hebben voor het feit dat ik, alhoewel ik een christenwolf ben, dat ik dat respecteer. Dat vinden ze zelfs leuk. En dan gaan ze ook aan mij vertellen van, nou, ken je dan deze soera? Ja, dan leer ik ook weer wat. Stel ik je stommelingen. Je moet mij niks leren. Word ik alleen maar slimmer van. Dat zijn vrienden van mij. Nou, het protestantisme, wat bij ons begonnen is in de 13e eeuw, dat is dus 1300 jaar nadat de mythe
Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen op deze aarde om vrede te stichten. Ik ben niet gekomen om de boel in lichter laaien te zetten. Dus dat is begonnen in het jaar nul. In ons jaar nul. Dat is geen toeval, het is namelijk achteraf zo gezegd. Nou, en wij hebben dus 1300 jaar erover gedaan om een beetje ons iets te gaan manifesteren. En Jan Hus en Wycliffe en Tyndale, dat is dus de 14e eeuw of zo. En toen was het nog Maarten Luther, voordat we echt, zoals David Bowie zo mooi heeft gedicht, wham, bam, thank you ma'am. En zoveel tijd heeft dat ons gekost. Nou, die Mohammedanen, die lopen 600 jaar achter. Plus, dat hully tekst. Het is net als met de Bijbel deden ze dat ook. Want die mocht je alleen maar in het Latijn lezen. Die Mohammedanen, die moeten zo snel mogelijk een Nederlandse Koran maken. Zodat ze hun kinderen duidelijk kunnen maken wat erin staat. Als ik al geen Arabisch kan. Ik kan het wel zeggen. La ilaha illallah. Mohammed Rasulallah. En ik ken nog een paar frasen. Ik heb ook een Mohammedaanse naam. Dus mijn Mohammedaanse naam. Die is mij gegeven. Ik ben als het ware Mohammedaans gedoopt. En die is Neji. En dat spel je Nico, Eduard, Jezus, Isaac. Neji. Maar misschien met een Y. Ja, kan ook. Ja. En in die tijd kende ik een Nedjet. Dat was een Mohammedaanse. Jezus, wat een goede collega was dat. Echt een tof wijf. Dat was gewoon. Dat noem ik dus samenwerken. Dat was gewoon een wijf wat aan het werk kwam, niet op de hoge hakken. Daar heb ik zo'n pesthekel aan. Nou, dat Mohammedaanse protestantisme, dat moet zich nog ontwikkelen. Het is bij ons, het heeft zich ontwikkeld, alleen wij zijn ons oude geloof waarom het allemaal begonnen was. Met Boeddha en daarvoor, snap je nog? Maar dat is onze heldhaftigheid, laat ik het daar maar over hebben. Waar is nu nog een protestant te vinden? Ik heb een vriend die heeft een rollator. En er zit momenteel iets met duct tape omheen. Dat is best erg. Ik heb het tegen hem gezegd van score een bout en een moer. En toen keek hij mij zo heel droevig aan. En zei hij, jongen, waar maak jij je druk over? Het gaat om het doorzetten. En die Mohammedanen weten er alles van. En het Arabische woord voor doorzetter is Mujahideen. Dat is het Kroatische woord voor, wat is het, Servisch? Serbisch of zo? Maar Ustasja. Ustasja. Sta op. En ze gebruiken die termen om ons te misleiden. Nou, nu terug naar die Mohammedanen. Dus er zijn een aantal mensen onder ons en die hebben dus niet zoals jullie, hebben ze wel de Koran gelezen en gezien dat daar het nieuws in staat. Namelijk elke dag hetzelfde nieuws. Namelijk de waarheid. Nou, die staat erin. Ik heb dat zelf gezien. Je mag me achter me nakomen, jongen. Ik maak je af. Ik ben geen leugenaar. Jij gek.
Je kan hooguit zeggen, Perry, jij dacht de waarheid te zien in die aantal soera's van de Koran, maar toen was je, ja, we gaan je een spuitje geven. Vind ik ook goed. Tuurlijk. Betwist mij maar. Maar mijn Mohammedaanse vrienden. Wat die heb ik. Ik heb overal vrienden. Wel Hindoestaan, maakt me ook niet uit. Ik snap het. Want ik ben christen. En voor mij, ik heb ooit Jezus in mijn hart gelaten. Ja, dan is het klaar. Ja, dan is het gewoon over. Ja, de mens leeft niet bij, was het ook weer, bij brood en water alleen of zo. Ja, maar daar ben je er vanaf. Nou, het mooie is, het protestantisme van het Mohammedanisme, dat heeft plaatsgevonden in Maleisië. Goh. Goed, jongen. Ik heb daar dus westerse, hele deftige Amerikanen, die allemaal zo... Ja, die hebben al een pensioenregeling of zo. Ik weet niet hoe ze dat geregeld hebben. Ze zijn toch nog dokter bij een of andere universiteit. Of ze schrijven boeken of zo. En ze mogen gewoon nergens een zaal huren. Om eventjes met elkaar te gaan bepraten wat er gebeurd is. Ja, dat mag niet. Overal zeggen ze... Hey, antisemitisch. Dat ken ik niet. Neonazi. Ja, behalve in Maleisië. Daar mocht het wel. Ik heb een nieuwsuitzending gemaakt over zo'n uitzending uit Maleisië. Vanuit Maleisië. Met Amerikaanse, Amerikaans-Engelse sprekers. En ook allerlei nationaliteiten. Voor mij was het Corbett, van de Corbett Report. Is het nou David Corbett of zo? Heeft een geweldige samenvatting gegeven van wat er gebeurd is tijdens 9-11. Leuk hè, 9-11, 7-7, 17-7. En ik denk dat ze dat die Maleiërs, dat ze dat niet in dank hebben afgenomen. Want ze hebben immers toch dat soort mensen verboden om hier in Nederland een dergelijke toespraak te houden. En dan wel in Maleisië. Denken die Maleisiërs dat ze gek geworden zijn? We hebben hier in Nederland het gezegde zo dronken als een Maleier. Mijn vader zei altijd, het liefste, ik heb een stuk in mijn fiets, jongen. Hij kwam een keer ophalen van gitaarles. En de bedoeling was dat hij mij naar huis zou rijden, want mijn fiets had een lekker band. Toen was hij dus zo dronken als een Maleier. Maar toen zei hij gewoon, jongen, ik heb een stuk in mijn fiets. Dus toen kreeg ik de autosleutels. En dat kwam omdat mijn vader op dat moment vond dat ik nuchter genoeg was om... Ja, het was ook alleen maar Groningen. Ik bedoel, het is niet... Ik heb later door het centrum van Amsterdam gescheurd. Nou, dat... Met al die trams. Oppassen, jongen. En de fietsers, die vliegen je daar om de oren. Laat staan al die pizzacouriers. En dan van die bruggetjes. Dus dat ging allemaal wel goed. Kijk, voor Maleiërs hebben wij als Nederlander respect. Zo niet, ben je geen Nederlander. En wordt het afgesproken. En dit is heel duidelijk. Nederland en Duitsland... Dat was het protestantisme van onze kant. Maleisië is het protestantisme van hulle kant. Dat zijn onze makkers. Heb je ooit van nasi goreng gehoord? Weet je wat taylor betekent? En als je dan gaat bestellen, hè? Vraag je dan om minder of meer pedis? Meer mag ik aannemen. Dat is alles. Die mensen zijn geweldig. En in 2 jaar tijd, of 1 jaar tijd, in ieder geval in minder dan... Kies maar een aantal maanden. Zoek het maar op wiki.ellende.internet.
In een hele korte tijd zijn er 3 vliegtuigen van dat gebied. Dus van organisaties die een zetel hadden in die regio. Nou, die Maleiërs die zijn ook niet zo stom. Die organiseren zich. En die maken bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij. En 3 vliegtuigen van hun vliegtuigen, hebben wij, ja, niet ik, hè. Ik zou het toch helemaal niet willen. Maar van mijn belastingcenten zijn er 3 van mijn belastingcenten ook. Ik mag hopen dat Donald Trump iets meer belasting betaalt dan ik. En dat hij dus meer betaald heeft. Dus hij is meer medeplichtig dan ik. Maar er zijn er 3 vliegtuigen van die regio gedumpt. Het gaat er gewoon om dat daar die Sheikh Imran Hussein. Sorry. Sheikh Imran Hussein. Ik zal het even spellen. Sheikh is gewoon sheikh. Of sheikh mag je ook doen. Sheikh. Arabisch is sheikh. Ja? Sheikh. Maar wij schrijven gewoon met een K op het einde. En dus sheikh. En niet met een J erin. Ja? Dat is gewoon S-H-E-I-K. Sheikh. Op zijn Arabisch zeg je sheikh. Zijn voornaam dat is Imran. Of Imram. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar Google komt er wel uit. En het laatste is Hussein. En in zijn geval, want je hebt Saddam Hussein, dat is H-O-E-S-S-E-I-N. En hij is H-O-S-E-I-N of dubbel S. Maar je vindt hem wel. En die zit in Maleisië. En hij weet ervan. En hij is dagelijks op tv. Nou, laat ik zo zeggen. Als je elke dag tijd hebt om even tv te kijken. Want ja, de meeste mensen hebben echt zoiets van. Nou, ik heb mijn tv gewoon uit het raam gegooid. Het kostte me zoveel tijd. Kijk, dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Maar dan nog heb je een dagje dat je toch tv wil kijken. Ja, kijk naar Sheikh Imran Hussein. En goed luisteren naar wat hij zegt. Want hij kent de Koran van haver tot gort. Hij weet waar hij het over heeft. Ik mag niet afdwalen, want dit wordt weer helemaal. Maar heb ik nou. Ik ga gewoon. Ik wil nog een andere uitzending wijden aan alle correcte dingen die in de Koran staan. Er is geen wereldgeloof, behalve dat er een wereldgeloof is. Dat is maar 1 geloof. En we krijgen zo dadelijk een kalief. En die is de baas van alles. Net zoals de paus nu, van Jorge Bergoglio. Maar dat is een kalief van plastic. Dat is een plastic kalief. Hij is een uitvoering van een idee. En die Jorge Bergoglio, die weet ook. Ja, ik hoef maar 1 verkeerde beweging te maken. En ik ben morgen Johannes Paulus de Eerste. Of geloven jullie dat Johannes Paulus de Eerste inderdaad heel toevallig na 33 dagen functie. Na 33 dagen in functie. Ja, toen werd hij niet meer wakker. Tenminste, dat beweerde dan degene die hem koffie kwam brengen. En de arts daarna ook. En jij gelooft natuurlijk ook dat het heel terecht is dat er geen lijkschouwing is verricht op die paus. Toch? Dat kan toch niet anders? Kijk, de paus is de plaats. Dit is de vertegenwoordiger streepje. Plaatsvervanger van Jezus Christus streepje God.
Kijk, die moeten we inderdaad hebben. Maar die gaan we niet vinden via de universele kerk. Met hun stomme receptuur van. En dat die receptuur om een paus te maken, dat is best heel stom. Daar geloven wij toch niet meer in. En die Mohammedanen ook niet. En Sheikh Imran Hossein, die weet dat ook. Sheikh Imran Hossein, die weet dat de christenen en de Mohammedanen, die gaan het doen. En de Joden, die hebben genoeg geleden. Zoiets gaat er komen. Er komt een Armageddon aan. Er komt een einde der tijden. Deze onzin die wij als Nederlanders ook over ons uitgestort krijgen. Dit moet een keer stoppen. Dat kan niet anders. En dat staat niet alleen in de Koran. Dat staat ook in een geschrift wat ik hier heb. En dat boek heet Orde uit Chaos. En dat is een boek geschreven door een chemicus. En die maakte wiskundige modellen van hoe chemische stoffen, echt zuivere, dus gescheiden stoffen. Dus dat je alleen maar 100% chloor, 100% natrium, 100%, alles is 100%. Helemaal zuiver. Geen vervuilingen. En dan gaan we kijken hoe die atomen zich formeren tot moleculen. En kunnen we dat proces sturen? En dat antwoord is nee. Want je kan een groep atomen, zuivere atomen, niet in een bepaalde vorm drukken. Die atomen hebben een vorm van zichzelf en zullen die vorm altijd weer opzoeken. En ze hebben er enorme experimenten mee gedaan. En ze dachten alles onder controle te krijgen met, bij wijze van spreken, magneten erbij. Of maakt niet uit. Maar het was gewoon een countdown. En dan plats! En dan sprong alles terug in de orde. En ze hebben dat proces bestudeerd. En hoe dat nou kan, dat is omdat die verandering die begint op meerdere locaties tegelijkertijd. Laat dat even op je inzinken. En dat is de hoopvolle boodschap. Ik zit nu gewoon een beetje in de microfoon te kletsen en denk van, nou beschouw mij maar gewoon als een sukkel. Dat maakt mij niet aan. Want ik heb toch geen effect. Behalve dat ik mensen kan inspireren of, zeg maar. Ik doe het precies op het leuke moment. Het hoeft niet eens direct te zijn. Want dat was het punt. Dat die schrijver van dat boek, Orde uit Chaos, die heeft aangetoond dat je kan de onderlinge verbanden tussen de verschillende kernen die tegelijkertijd exploderen. Jezus, wat een lange zin was dat. Het onderlinge samenhang van de kernen die tegelijkertijd exploderen. En de hele boel vanuit de chaos terugbrengen naar de orde. Dat onderlinge verband kan je niet modelleren. En dat is een Nederlands woord met dubbel L. Modelleren. Daar is geen model van op te stellen. Dat is vastgesteld in de jaren 1980 definitief. Dan kan de kwantummechanica ik heb er niet zoveel mee met die. Maar ik ben een beetje een mislukte natuurkundige. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb ooit ook, Sigmund Freud vond ik helemaal niks. En tegenwoordig moet ik toch zeggen van ja, eigenlijk had hij het wel een klein beetje gelijk.
Oh jee. Dus zo moet je altijd terugkomen op je woorden. Maar ik evolueer ook. Ik word alsmaar ouder. Ook echt in de zin dat ik mij steeds meer verantwoordelijk voel. Door mij hoef je niet tevreden te geven. Ik ben uit de groei. Maar mijn kind wel. Ja, trouwens, inmiddels bekijkt ze het zelf maar. Ik ga eventjes een heel kort pauzemuziekje opstarten, want ik zie dat het is pas 4:50. Dit is echt een heel mooi nummer wat ik voor jullie klaar heb staan. Maar waar zat hij ook weer? We vinden hem wel. En dan de beste. Ja, dit is mijn dochter. Ja, deze mok hebben. Dit is een heel goed optreden. En daar bedoel ik niet alleen mee mijzelf, maar ook het publiek en de drummert en de bassist en de leadgitarist. En ik ga gewoon helemaal wild en ik maak me nergens zorgen over. Ah, dat is een mooi nummer. Dus de pauze muziek is nou voorbij. Je kan het allemaal gewoon helemaal. Dit kan je gewoon zelf ook doen. Het is gewoon perisheef.nl. En dit is de band 4 man sterk. Dat zijn echt oude lullen allemaal. Maar onderlegd. En we hebben nog. Het is nou dus bijna 8 minuten van 4:30. En ik geef mezelf tot 5 uur. Want we pakken de draad weer even op. Dag je daarvan. Ik heb Maleisië uitgelegd, hè. Daar zijn we nu over klaar. En ik wil ook geen ruzie meer met Mohammedanen. Je moet tegen je eigen dochter zeggen van... wil je een burka voor je verjaardag? Mijn oma die deed ook altijd haar regenjas aan... over haar zomerse bloemetjesjurk. Als we samen naar de groenteman liepen... voor de groente voor het avondeten. En dan had zij altijd een hoofddoek om. En geen kopvot. Dat is uitermate beledigend wat Geert Wilders heeft gezegd over het gedrag van mijn oma. Dat had hij niet mogen doen. Voor dat alleen krijgt hij gewoon als een haar eraf. Scheer hem. We hebben toch toen die nazi-hoeren, hebben we toch geschoren? Nou, doe dat met Geert Wilders. Die heeft mijn oma beledigd. Posthum! Ja, jullie kunnen al horen, ik ben dus op een cursus Joods. Ontzettend inspirerende... Ja, het is heel ik mag er helemaal niks over zeggen. Het is heel duidelijk met mij afgesproken. En op die voorwaarden dus. Maar het is mij wel toegestaan om te zeggen dat ik het probeer om Joods te worden. Dat is toegestaan.
En vandaar kom ik misschien een beetje streng over. Ja. Weet je, dat je denkt van, nou zeg, lijkt wel een Jood. Maar dat is alleen maar omdat ik dat wil worden. Want ik ben Auschwitz niet vergeten. En jullie wel. En vooral die Jan Wolkenbrietje of zo. Hè? Weet je nou, Jan Wolken. Die vent die neukte zijn 5-7 keer per dag. En die heeft zo'n monument gemaakt voor nooit meer Auschwitz. Jan Wolkenwietje heette die. Met dat kutboek. Wat ik een kutboek vond. Man. Ik denk dat de gemiddelde Jood ook denkt, ik wil net als Perry Franciscus Martin de Zwinkel niet langer Jood zijn. Zoals ik geen Nederlander wil zijn. Of niet zo genoemd wil worden, want dan word je vergeleken met dit soort bagger. En dan gaan mensen denken dat ik de hele dag met mijn duim in mijn anus zit, omdat ik met mijn duim mijn mond niet wist te vinden. Dat ik een worm ben. Dat mag je toch gewoon zeggen. Ik heb recht van spreken. Ik heb een kind onder mijn verantwoordelijkheid. En iedereen laat me in de steek. Ja, niet iedereen. Ik had gisteren echt twee supporters hier. Dat is een heel mooi interview geworden. Echt Friedrich Nietzsche, maar dan van de 21ste eeuw. Zo, dat was eerlijk. Alleen maar de waarheid spreken. Jezelf bewust zijn van de chaos van binnen. En ja, net als dat je naar de kroeg gaat met je pitbull. Ja. Dat mag. Je mag gewoon naar de kroeg met je pitbull. Wat mij betreft wel. Maar je hebt hem wel aan de lijn. Of aan de lijn tussen aanhalingstekens, want die ken ik ook. Ik ken gewoon hondeneigenaren, die hebben hun hond dermate onder controle. Die laten ze gewoon los in de kroeg. En ze hoeven maar dat te doen, hè. En die hond is gelijk terug. Die hond zit aan de lijn. Zo mag je ook omgaan met je interne chaos. Maar je hebt je interne chaos onder controle. Want anders mag je niet meer met je interne chaos met andere mensen spreken. Dat zou ik zeggen. Dus iemand die zijn hond niet onder controle heeft en ook niet bereid is om daar een lijntje aan te doen of te whatever, of te muilkorven. Als je dat niet wil en die hond doet hap hap naar de betalende gasten. Denk je er zelf van? Of praat ik nou te filosofisch? Dit is pas pagina 4. Ik ga hem eventjes uitvergroteren. Want dan krijgen we dit probleem in. Als ik dus nou kies voor dit, dan krijg ik er 2. Oh nee, toch niet. Oh, mooi. Toch een mazzel. Dit was echt de meest geweldige. Dit alleen al betekent voor ons een feest. 5 miljoen euro. Door ons georganiseerd. Maar dit is schadevergoeding. 50.000 euro lijkt mij het minimum. Hoe kan dit? Dan krijgen we vragen I en J. Oh jee, straks heb ik de tijd in de gaten houden. Deelt u de mening dat het opvallend is dat de Kamer pas op 11 augustus 2014 van de korpschef Nationale Politie meer te horen kreeg over aard en omvang van een lokale zoekactie die door 800 mensen werd uitgevoerd direct na het neerstorten van het vliegtuig? Ik was even afgeleid, sorry. Direct na het neerstorten. Betekent dat ze op 17 juli al begonnen zijn met zoeken?
En die 800 heb ik al eerder over geklaagd, want hierboven stond dan ergens 8. Kijk hier, dit is netjes. Dit is correct Nederlands. Dit niet. Tenzij je het precies weet. Als je weet dat het er 813 waren, omdat je namelijk de namen hebt. En de ID-nummers of zo. Geboortedatums, plaats van geboorte. Naam van papa, naam van mama. Dat doen we allemaal niet aan. Het zijn gewoon 200 dode Nederlanders. Wat maakt ons uit? Kom op. Kijk, kom op. Ja, wij Nederlanders houden van seks, hè, toch? Nou, als er 200 dood zijn, dan mogen wij er 200 bij neuken. En wij blij, jongen. Want, ja, dat zijn van die mensen en die zeggen, Sodom en Gomorra, ja, dat was op het einde niet leuk. Maar voor die tijd wel, hoor. Voor die tijd wel, hoor. Kom ik nou weer te hard over? Dit is echt heel erg. Dit maakt me enorm emotioneel. Vraag J. Er komt dus geen antwoord op I, ja? Want dan gaan ze dadelijk zeggen. Antwoord op. Dan gaan ze op twee vragen in één keer antwoord geven. Oké, dus we waren ook. Waar hadden we het ook alweer over? Want deelt u de mening dat het opvallend is dat de Kamer pas op 11 augustus 2014 van een ambtenaar meer te horen kreeg? Oké. Okay. Dus is het normaal dat wij, we zijn de volksvertegenwoordiging, ja, is het normaal dat wij pas op 11 augustus via een sukkeltje onderin iets meer te horen kregen over de zoekactie van de lokale bevolking? Aha! Dus de zoekactie van de lokale bevolking, dat is dus, die was dus op 17 juli, want dat was direct erna. Is het normaal dat wij 200 van ons kwijt zijn op 17 juli en dat de lokale bevolking naar de stoffelijke overschotten gaat zoeken en dat wij dat pas op 11 augustus te horen krijgen en dan uitsluitend via een of andere untersergeant? Het antwoord is natuurlijk ja. Strontvreten mensen. Waarom heeft u 10 dagen gewacht specifiekere. Sorry. En deze vragen zijn ook gewoon. Dat noemen ze op zijn Engels. Oh nee, dit zijn voorgekookt. Dit zijn voorgekookte vragen die ik nou oplees. Hè? Specifiekere informatie. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Wat misten ze dan? Kijk, het ging toch over 200 Nederlanders en die hadden allemaal BSN-nummers, zijn al die families geïnformeerd en waar liggen de stoffelijke overschotten? En wat is er nog meer te vinden? En die wrakstukken, ja, die hoeven we niet. Ik zou niet weten wat we hier moeten met een stuk gebogen aluminium. Dat kan gewoon aan de lokale schrootboer. En nee, die betaalt ons niet. Hast dat goed begrip? Nee, maar dat is moraal. Kom op. Oké, dus het antwoord van het kabinet. Nou, nu gaan we echt lekker pissen. Oh, wat leuk. Ik hou de tijd in de gaten, ja. Ik wil zo ver mogelijk komen, hè? Maar je moet het wel ontleden, anders snappen jullie de grap niet, snap je? Dus deze twee vragen. Dus als ik zelf zo even kijk, is het normaal dat we gewoon pas een maand later te horen krijgen
Dat er dus lokale activiteiten zijn geweest. Dat is vraag 1. Is dat normaal? En vraag 2. Waarom heeft u 10 dagen gewacht? Eventjes wachten. Oh joh, het gaat hem over 1. Maar wat nou? Deelt u de mening? 11 augustus. Oh, wacht. Nou ja. Op 11 augustus, jongstleden, vond een technische briefing plaats. Dit was de eerste gelegenheid na de Kamerbrief van 6 augustus. Waarbij nadere details aan uw Kamer konden worden gegeven over de zoekactie. Nou, volgens mij klopt dit datum technisch niet, hoor. Waarom heeft 10, dacht ik, want eventjes, ja, wat, op 5 augustus werd gedetailleerde informatie verstrekt. Dat was op 5 augustus. En pas op 11 augustus kregen wij dus via die lullo ergens onderin, zo'n korpschef, met zo'n geblondeerde vrouw van: zie er eens mooi uit, trut. We moeten vandaag naar de receptie. Ik wil net zo'n lekker wijf bij me hebben als mijn Uber-commerciant. Meer te horen kreeg over de aard en omvang van een lokale zoekactie. Ja, precies. Die lokale zoekactie was gestart op 17 juli. En wij hebben dat pas op 11 augustus een beetje in beeld gekregen. Dus dat duurde ongeveer een maand. We wisten gewoon helemaal niks, maar dat kan ook niet anders. Want we zijn er helemaal niet naartoe gegaan. Ik heb van die lolbroeken. Een van die lolbroeken die heet professor Dr. Marco Robinson. Een ontzettend goede lolbroek. En die zegt ook gewoon van: ja, als wij in Amerika Nederlands hadden gesproken, dan waren we vanuit daar nooit naar de maan gegaan. En dat komt omdat Nederlands, het is een nette taal. En daarbij ga je niet naar de maan. Nou, even kijken. Dit was de eerste gelegenheid na de Kamerbrief van 6 augustus, jongstleden, waarbij nadere details aan uw Kamer, aan jullie konden worden gegeven. Dit was de eerste gelegenheid. Wacht even. Op 11 augustus hebben we kroketten gekocht. En daar hebben we dus ergens bij de Witte Bergen. Ik weet niet of je dat kent, dat is bij de A1. Dat is een heel aangenaam restaurant. Ze zijn naar de Bilderberg gegaan. Hier in Oosterbeek. Ben ik trouwens ook geweest. Ik ben meerdere keren in het Bilderberg Hotel geweest. Hè. Je praat niet met een lullo hier. Hè. En die ene keer dat was wel met iemand uit Wolfheesen. Iemand die daar was heel aardig. Is een heel aardig iemand. Ze leeft nog steeds. Ze heeft een hele mooie naam ook. En ze leest de Bijbel. Maar ze zat toen eventjes in Wolfheesen. Maar dat is vlak bij de Bilderberg. Een goede wijn dan, jongen. Maar echt toffe wijn. Ik wil me even mijn cv overleggen. Dan krijgen we dan de volgende K. Wanneer heeft u de nabestaanden op de hoogte gebracht van deze lokale zoekactie? Voel je hem al? Voel je hem al? Wat een leugenaar zijn dit? Waarom ligt hun hoofd nog niet tussen het grind of het grit? Het gaat erom, er waren 200 Nederlanders, ongeveer, die zijn opgestegen vanaf Schiphol.
En ik heb dus uit ja, van die, die vorige uitzending van die homo. En hij is gewoon een homo. Dat is gewoon zo. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Hartstikke fijne vent. Als hij maar niet zeurt. Maar dat heb ik met iedereen. Dus dat geldt niet specifiek voor homo's. Maar die homo beweerde dus dat er een kennis van hem in dat vliegtuig zat. En dat had hij dan gehoord via, dat heet dan de grapevine. Dus Piet had Henk gesproken en Henk had Marie gesproken. En Marie wist ook van Gerda. En trouwens, die hele familie was in Repperoer. Ja, dat familielid was die familie kwijt. Die familie was dat familielid kwijt. Nou, dan is er dus, wij hebben dus verzaakt om daar naartoe te gaan. En wat wij vooral verzaakt hebben, wat onze overheid het grootste misdrijf, de allerergste fout. Dat is, we zijn er niet eens naartoe gegaan om verslag te maken. We hebben geen enkel filmpje. Er had gewoon al lang een website moeten zijn, op 17 juli al. Je kan zo'n vliegtuigmaatschappij kan je bellen. Dat kan. Je kan ook persoonlijk op bezoek gaan. En dan vraag je om de passagierslijst. En dan ongetwijfeld willen ze de namen van andere nationaliteiten niet direct overleggen. Want waarom zou jij de leiding hebben van het onderzoek? Maar de Nederlandse namen. Jantje Berends, Gerdientje Gerritsen, die zijn allemaal van ons. Wij moeten precies weten wie er in dat vliegtuig zaten. En we moeten die spullen terug hebben. En die stoffelijke overschot. En als eerste sturen we daar een groepje jongens op af. Echt een mannetje of 10 is overdadig. 7 man is waarschijnlijk effectiever. En dan moet je op de achtergrond moet je een mannetje of 70 hebben. Die zorgen voor de logistiek. Dus er moeten ook hulptroepen zijn. Er kan zo'n onderzoeker van ons, die kan gewoon echt gewoon helemaal in een nare situatie belanden. Dat hij gewoon moet rapporteren van nou, ja, die moet me binnen 4 uur teleporten. Want mens zit achter mij aan. Dat zou kunnen. En wij zijn er helemaal niet geweest. Dus ze wisten dus op 17 juli dat de nabestaanden. Dat op 17 juli hadden ze in de krant kunnen zetten dat er lokaal al gezocht werd. Dat hadden ze op 17 juli kunnen doen. En dat gaat niet om de nabestaanden. Nee, dat gaat om ons allemaal. En wij vinden het toch belangrijk dat wij zorg hebben voor elkaar. Ook al is er een van ons dood. Maar zijn lijk neem je toch wel mee naar huis. Wat is er voor een begrafenis? Dat oom Jan in de eikenboom hangt. En iemand die dat niet accepteert, die schieten wij gewoon dood namens de mensheid. En iedereen zal het met ons eens zijn. Met ons eens zijn. Als wij gewoon degene die ons willen verhinderen om onze stoffelijke overschotten terug te halen. En die gaan ons de weg belemmeren. En wij schieten ze dood. Denk je dat wij te schande worden gemaakt? Niet bij de christenen. En daarmee reken ik ook al mijn Mohammedaanse vrienden. Wat maakt mij het uit? Ze moesten gewoon een persoonlijke brief sturen. Heb je ooit, in die tijd had je toch internet of niet?
Waarom is er geen website gemaakt voor ieder... Hè? Dat die familieleden, hè? Alleen die, via HTTPS. Waarom is die mensen geen toegang gegeven tot data? Gegevens. Het enige wat we kregen was een toneelvoorstelling met een afgezette snelweg. En merkwaardigerwijs had ik er helemaal geen last van. Mijn moeder was stom verbaasd. Die zei tegen mij, jongen, wat ben je op tijd? Toen zei ik tegen haar, ja nou, ik weet toch hoe lang het rijden is? Ja, zei ze, maar de snelwegen zijn afgezet. Ik zei, oh ja joh, waarom dan? Ik wist er helemaal niks van. Ik had er ook helemaal geen last van. Gelukkig maar. Ja, behalve dat mijn moeder die tv aandeed. En dat ik moest kijken naar een of andere stomme optocht van marechaussees. Die gaan bewijzen dat ze ook heel erg langzaam kunnen rijden met een motortje. Want dat is namelijk de gemiddelde Nederlandse pussy. En die raapt zo'n marechaussee, die raapt nog een bos bloemen van het asfalt. Terwijl die heel langzaam voor... Oh, hij heeft toen zijn motor volgens mij... Oh, zijn motor geparkeerd onder het viaduct. Maar dat was gevaarlijk, joh. En toen heeft die marechaussee, die heeft een bosje bloemen opgepakt. Oh, wat een mooie middag van mijn leven was dat. En gelukkig was mijn dochter erbij. En die denkt altijd, pap... Hou je mond. En ik luister altijd naar haar. Maar momenteel is ze hier nu niet. En dan ga ik los, ja. Want ik heb tot 5 uur. Nou, dat antwoord van het kabinet. Het bekend worden van de details van de zoekactie door de bevolking. En het informeren van de nabestaanden daarover. Viel samen met de brief van 6 augustus jongstleden over het besluit tot de opschorting van de missie. Oké, dus op 6 augustus, die familieleden, 17 juli was het. En tot en met 31 juli, dat is het einde van de maand juli, ja. 31 min 17, dat is 14, denk ik. Even denken hoor, 31 min 17. Oh, is dat 2 weken? Dus even kijken. 4 plus 7 is 21. En dan nog 10 erbij. Ja. Als je 17 plus 4. Kom je op 21. En dan 10 erbij is 31. Dus dat was dus 2 weken. Ja. En daar hebben ze dus. En dat was dan 31 juli. En nog een week erna. Dus na 3 weken. Dus op 17 fucking juli. Zoals de Engelsen zeggen, 17 bloody July. Bloody July. Dus 3 weken daarna hebben ze dus de nabestaanden op de hoogte gebracht van het feit dat de missie wordt opgeschort. Wat is nu eigenlijk het beste? Van diarree of braken? En dit zijn dan onze leidinggevers. Jullie zijn zo dom dat je mij niet tot koning hebt gebracht. Laten we er maar over ophouden. Straks word ik nog chagrijnig ook. En verdrietig. En kom, we halen even door. Ja, we hebben nog tot 5 uur. Dit was K. En even nog even vertellen, was heel ingewikkeld. Maar G, dat is dus 7. Dus H is 8. Ja, ik ben programmeur, je kent het. Hè. I is 9. J, dat is dus 10. K, dat is dus 11. En L, dat is dus 12. Dus dit is vraag 12 van... Ik heb geen zin om het terug te pakken, maar dat is vraag... Nee, ik doe het toch. Vraag 12 van 2. Vraag 12 van 2. Ze hebben echt ontzettend veel te vragen aan
het kabinet hoor. Dus, wij dus, hè. Kijk, wij zijn denken of zo. Dat, er is een tijd geweest dat het denken echt besloot om te vertrekken uit Nederland. Dat is naar. Dat is heel vervelend. En hoe krijg je het denken terug in Nederland? Dat is nog eigenlijk veel erger. Het beste kan je maar geloven dat het denken in Nederland niet hoeft terug te komen. Hè? We spijkeren alles af. En dan... Kijk, de Alexanderpolder, dat is een eitje. Die hebben we zo onder water. Nou, vraag L. Op welk moment... Oh, dit wordt weer moeilijk, want het gaat over twee pagina's. Op welk moment ontvingt Nederland de kaarten van het gebied dat systematisch door 800 Oekraïners doorzocht is? Kunt u die kaarten delen met de Kamer? En dan nog een vraag. Nee, hallo. Dit is niet één vraag. Nee, nog een vraag. Had ons team de beschikking over die kaarten toen zij een plan aan het maken waren waar zij zouden gaan zoeken? Op welke dag had ons team de relevante kaarten? Kiddap. Ik zal je even uitleggen. Als iets omlaag flikkert. Stel wetenschappelijk gesproken. Dus nu niet te denken aan de nabestaanden, slachtoffers, families. Even niet aan denken. Maar er wordt een vliegtuig uit de lucht geknald. Nou, waar liggen dan de wrakstukken? Dat is een vraag. Nou, dan heb je twee oplossingen voor. Je gaat met een paar honderd man. En zij hebben dus met bijna 1000 man. Want dat was het waarschijnlijk, hè? Dan ga je gewoon te voet. Dat is methode 1. Dat is absoluut de eerste, meest voor de hand liggende. Zonder meer. De andere methode, die is dat je goed bewust bent dat Isaac Newton, dat is een 17e eeuwse van mij, was een eikel hoor, maar een soort Mozart zullen we zeggen, maar zijn wet van de zwaartekracht, dat als een object valt, dan valt het per seconde, valt het gewoon net zoveel harder. Je krijgt een enorme versnelling bij de val. Dat heet een valversnelling. En dat is een tweede graads functie. Dus wiskundig is dat heel eenvoudig. Dat is F, dan moet je even met mij meedenken. Ik schrijf het nu niet op, maar luister maar gewoon naar mij. F, haakje open, X, haakje sluiten. Functie van X is, dat zijn twee liggende streepjes boven elkaar. En het is dan X en dan schuin erboven 2. Dat betekent X keer X. Dat is een parabool. Mannetje Pies, als je er goed naar kijkt, dan zie je de valversnelling. Zo moeilijk is dat niet. Het probleem met een vliegtuig is dat een vliegtuig die heeft een richting. Die heeft een hoogte. Hè? Dat is niet mannetje Pies op dat je precies weet waar mannetje Pies staat. Dat vliegtuig heeft een bepaalde hoogte en die heeft een bepaalde richting. Nou, dan heb je dan ook die inslag. Nou, is die haaks geweest? Was die van achter? Waar heeft de explosief plaatsgevonden? Dat moet je ook weten. Dat is moeilijk te achterhalen. Daar moet je rekening mee houden. Dus je moet ervan uitgaan dat het vliegtuig kan vanuit allerlei kanten gepakt zijn. Want je weet niet waar die buk-installatie stond. Als die er überhaupt was. Het was misschien wel gewoon een MiG-27. Die ze geconfiskeerd hadden van de pro-Russische separatisten. Hoor je de grap? En wij weten dus
exacte hoogte. En als ze ons dat niet willen vertellen, dan nemen wij die verkeerstoren in. En dan confisceren wij die banden op basis van het feit dat wij willen kunnen weten waar de stoffelijke overschotten mogelijk liggen. Dat laten wij niet over aan sociale media. Ja, tante Truus heeft met haar wankele benen nog met haar tweedehands iPhone, toen ze nog die stok had, een bibberige opname gemaakt. Ik wil graag opnames met Leica's en Hasselblad. Gewoon goede camera's met veel pixelvermogen. En ik wil ze allemaal genomen hebben vanaf een statief. En niet vanaf de borst of met een GoPro op je stomme kop. Laat staan vanuit de hand. Handgemaakte foto's, die mogen erbij. Maar dat is meer zoals mijn vader, was een hele goede kok. En je hebt het hoofdgerecht en je hebt de dingen die erbij horen ofzo. Natuurlijk mogen handgemaakte foto's erbij. Je hebt altijd een GPS-locatie of zo aan boord. Maar kortom, ik en 10 jonge jongens van 18, ik had dit zaakje binnen een week opgelost. Als inspector Columbo. Op welke dag had de repatriëringsmissie de relevante kaarten? Nou kijk, als je daar op 17 juni naartoe gegaan was. En je gewoon netjes, ongewapend, heel belangrijk. Ongewapend. En je hebt geen pak aan met een stropdas, want dat staat daar niet. Hè? Je hebt gewoon een spijkerbroek aan. Ook al ben je een meisje. Je hebt gewoon goed zittende kleding. Dat maakt niet uit hoe je eruit ziet. Meisjes hebben een hoofddoek voor alle zekerheid. En dan kan je gewoon binnen en dan zeg je: hallo, wij zijn die Hollanders. En van ons ligt rottend vlees. Wij willen dat opruimen voor jullie. Ook is er een vliegtuig neergestort van ons vliegveld. En het heeft niet de juiste instructies gekregen. En zo dadelijk gaan wij met ons vliegveld, Schiphol te weten, een pittig gesprekje houden. Voor die tijd krijgen jullie schadevergoeding voor elke ezel of voor mij wat een boerenkar. Of een oude schuur waar die stomme piloot met die stomme vlieginstructies overheen gevlogen is. En jullie zitten met de rotzooi en wij komen hier betalen. Maar dan willen we wel niet op een doen, niet aan een of andere maffiabaas. Dat willen we doen aan iemand die dat eerlijk verdeelt. Voordat wij gaan geld uitdelen, willen wij onze oom Harry, tante Gerda, nicht Sylvia. Ze liggen hier. En wij willen die terug. En dat doen we gewoon op 17 juli, man. Kom op. Dan ga je maar met je F-16 eventjes naar de Oekraïne vliegen. En dan dump je daar alvast 3. En dan maak je een of andere diplomatieke missie van of zo. Dan zeg je: hallo, ja, we willen eventjes oefenen. Over even met de F-16 nu, want die F-16 van ons is een beetje oud al. En dan kan die nog wel naar de Oekraïne vliegen. Ja, we willen eventjes oefenen, ik mag dat. Ja, dan zegt die Oekraïners natuurlijk: ja, is goed. Kratje Slibovic. Ja, natuurlijk, man. Kratje Slibovic. Geen probleem. Ja, hebben we zo geregeld. En dan zitten er alvast, ik weet niet hoeveel mannen er in een F-16 kunnen, maar ik denk niet zoveel, man. Ja, hoeveel Joden passen er in een bestelbusje? Destijds was dat een belangrijke vraag. Nou, het antwoord van het kabinet was een leuke mop. De missiepartners, dus we gaan zo'n 2 vragen tegelijkertijd beantwoorden. De missiepartners hebben de kaarten nog niet ontvangen. Dit is dus 15 augustus. Dit is echt dus richting de 4 weken
nadat die mensen die Oekraïners hebben kaarten gemaakt. Die hebben ze ingedeeld. Hebben ze netjes hokjes van gemaakt. En gezegd, Joris en dus, ja, die gaan naar links. En dan moet je beginnen bij daar. Dus ze hebben allemaal die kaarten uitgereikt aan die 800, hè, bijna duizend Oekraïne hebben allemaal kaarten gekregen. En wij zitten op 15 augustus nog te zeuren. Nee, nou, steeds niet. Ah, zeg, ik vind het heel oneerlijk van die Oekraïners. En die zitten onze stoffelijke overschotten op te sokken. En wij staan hier voor lul. Oh, het is 5 uur geweest. Nou, dan ga ik dus niet echt afsluiten, want anders wordt het gewoon veel te vrolijk. En dan ga ik hem zo dadelijk lekker doorzetten, maar dan wordt de volgende uitzending. Maar het antwoord van het kabinet is, de missiepartners hebben de kaarten nog niet ontvangen. Het verzoek is uitgezet bij de Oekraïense regering en door tussenkomst van de OVSE, bij de State Emergency Service. De Nederlandse HEAD. Kijk, dat zeg ik niet weer fout. De Nederlandse HEAD. Nee, dat zeg ik weer fout. De Nederlandse Head of Mission. Who the fuck is dat? Pieter Bruinsen. En waar woont hij dan? Dan kom ik hem morgen doodschieten. Geef hem mij zijn adres. En dat bedoel ik satirisch, snap je? Wie is de fucking Head of Mission? Volgens mij helemaal niemand. Ze hebben, ik weet het al, ze hebben met Paul de Leeuw, dat is een samenzwering, jongen, dat wil je niet geloven. Maar ze hebben met Paul de Leeuw samengespannen. En Paul de Leeuw, dat was een magneet voor mensen met Down-syndroom. En hebben ze al die mannen, hebben ze zich laten voortplanten. Die hebben ze instructeur gemaakt. En toen hebben ze net als een reptilian, hebben ze gewoon iedereen Mongool gemaakt. En die heeft dit geschreven. Een of ander iemand die daar niks aan kan doen. Omdat hij zo stom is om te weten dat hij aan de voorkant geen anus heeft. Heb ik dat nou voor de tweede keer gezegd? Potverdorie, zeg. Nou, ik ben stout hoor. Onder meer om te bevorderen dat wij in bezit komen van de kaarten. Ja, haal die kaarten op. Ga er gewoon naartoe. Neem je iPhone mee. En je fotostatief. En je moet een paar flessen water in je rugzak. En een beetje gedroogde worst. En een paar noten. En een mobieltje. Ja, twee. Je moet eigenlijk 2 mobieltjes hebben. Voor het geval die ene uitvalt. En je moet ook een vast nummer hebben. En je moet lokale valuta bij je hebben. En dat moet je gewoon doen. Dat is hartstikke spannend, man. Als man ben je daar trots op. Dat je zoiets mag doen. Want het is gevaarlijk. Er is een fout gemaakt op Schiphol. Wij hadden dat vliegplan niet goed mogen keuren. Waar hebben we anders Schiphol voor met die luchtvaartleiding? Dat vliegplan klopte niet. En Schiphol heeft verzaakt om te zeggen foei foei baba. En 200 Nederlanders zijn dood. Ongeveer. Niet 200, maar 200. En bijna 1000 Oekraïners. Of 1000 Oekraïners. Want hoe weten wij zeker dat het er maar, misschien waren er wel veel meer ook bij betrokken. Die hebben onze rotzooi lopen opruimen. Waarom eigenlijk? Het is zomaar een vraag over mij.
En daarom ga ik door. Tot het gaatje. Net als André van Duin. Doorgaan, doorgaan. Maar dit is pas pagina 5. Ik zou bijna zeggen, dit is vagina 5. Dat is echt een hele vage pagina's. Dus deze gaan we heel snel doen. Maar die pak ik bij de volgende, ja? En ik vind het ontzettend leuk dat jullie naar mijn Nederlands hebben geluisterd. En ik hoop ook echt dat je iets opgestoken hebt van het spreken van het Nederlands. Wat houdt het nu in dat je Nederlands spreekt? Als je goed Nederlands spreekt, dan kan je de eerste beste leugenaar, die kan je demaskeren voordat de eerste Aziat Mississippi kan spellen. En dit is helemaal geen gezegde, dit is even letterlijk. Maar hartstikke bedankt dat jullie geluisterd hebben. En dan ga ik nu dan zeggen, op zijn Deutsch. Wir reden Deutsch. Wir sind Deutsch. Und ich sage, tschüss. Dag lieverds.